als wij onderhoud doen aan onze machines, merkten we op een gegeven moment dat er bepaalde storingen naar voren kwamen en we konden niet echt zeggen waar die aan lagen. Nou, toen hebben we de firma Hightabs ingeschakeld in 2007. Ze hebben daar eigenlijk al mee begonnen. En die hebben onze meting gedaan aan onze installatie, op een, aan onze stroomvoorziening. En daaruit bleek dat we echt veel harmonische en een slechte cosine-fie hadden. De problemen die ontstaan, hoofdzakelijk door dat er steeds meer LED-verlichting gebruikt wordt. We hebben hier ook een stuk vier machines die draaien op gelijkstroomregelaars. Dat is echt slecht voor het net. En PLC, dus alle soorten gelijkstromen die opgewekt worden, veroorzaken meestal die harmonische op het net. From Hightabs we have these three components which is improving overall power quality of the system. The first one is the harmonic filters. The job of this harmonic filters is to remove any kind of distortion in the, your voltage and current sine wave. The second thing which we use here is the cost, power factor improvement device, which we generally use to improve the power factor. The third device which is we have is MFED device. Well, this is a multifunctional energy device, and as name suggests, it works in both the benefit for the customer as well as us, for us, because we can improve the quality of service for the customer. The second and the most important purpose of the MFED is to monitor the power quality of the system. In general, like how is the power factor overall, how is the harmonic level, how is the voltage level, how much load current has been drawn. And overall, this all this ends up in form of a loads of data which can be further analyzed for the planning purpose. We talk about energy transition, and in order to have a successful energy transition, you need to have a knowledge about your own system. Ja, we zijn in ieder geval blij dat de installatie er MFD op, dat we kunnen gemonitord worden door de firma Hightabs. Dus we kunnen op afstand al kijken hoe het ervoor staat met onze installatie. Of er eventueel storingen zijn en dergelijke. Dan hoef ik dat zelf allemaal niet in de gaten te houden. Dus dat is alleen maar een voordeel dat er gemonitord wordt. Ja, echt het voordeel van de hele installatie is ja, minder storingen. En dat is, voor ons is dat echt een groot pluspunt. Want als er hier een machine uitvalt, bij sommige machines is dat meer dan 20% van de productie. Ja, en dat kunnen we eigenlijk hier echt niet hebben. Daar zitten we niet op te wachten. Dus en gelukkig is het probleem nu opgelost.